Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. En zoals je kunt zien is mijn haar nog niet zo goed gedaan. Het is 9:30 uur, ik ben in de winkel. Ik heb mij een klein beetje moeten haasten met de soep, maar uiteindelijk ben ik hier toch goed op tijd geraakt. Nu ga ik beginnen met de taken van de dag. Tot de middag ben ik bezig geweest met een aantal dingen in de winkel en het klaarmaken van mijn webshop en social media. En nu ga ik eventjes labels op deze bokalen plakken en dan ga ik middag eten. En voilà, is er met mijn haar vandaag aan de hand. De eerste dag na was ik al het echt ging, alleen wel het echt alle kanten uit. Net twee veranderingen gedaan in de winkel en ik ga ze nu laten zien. Hier heb ik even op deze manier dit hangen, zodat mensen hem gewoon zo kunnen uithalen. En aan de andere kant ligt voor de chocolade deze. Dit is maar een voorlopige oplossing, maar ik merkte dat het heel rommelig was hier, dus vandaar. En nu vlogs editen. Dat is een van de dingen als je dagelijks aan het vloggen bent, dat je ook wel heel regelmatig moet editen. Netjes de inrichting veranderd. Ik heb nu naast de deo ook de blikjes gezet, waardoor dat deze er nog bij konden. En dan heb ik hier zeepbakje, scheermes en hier al de gebruikbare zakjes. Zodat ik hier mooi alle confituur kan zetten. Ja, sinds ik advies op K3 op tv zit ik heel de dag met K3 liedjes in mijn hoofd. Op dit moment is heyo, 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 heyo. Hallo, ik heb niet kunnen weerstaan aan de Black Friday deals. Dus ik heb hier de Cricut Maker. Deze komt super handig van pas volgens mij in mijn onderneming. Ik heb er wel eventjes over gedacht. En ik was er eigenlijk ook wel een tijdje over aan het denken. Zeker als ik zo de video's van lifestyle spots hier voorbij kom, denk ik altijd, oh my god, ik wil dit. Maar de prijs hield me tegen en nu met Black Friday was dat uiteraard een minder groot probleem. Ik ga even een unboxing doen. Dit is trouwens geen aanzet om hem op te openen. Want hoogstwaarschijnlijk heb je dat net zoals ik. Dat weegt wel eens echt veel. Nu heb ik gewoon een lege doos in de vorm van de cricketdoos. En dat is de voorkant, dus ik ga hem zo tonen. Zo ziet de doos eruit. En hier heb ik nog wat informatie. En hier van achter ook. Want het is te zwaar om maar te blijven vasthouden. Dit is het eerste wat ik zie.
doosje met materiaal voor mijn eerste project. Hier zit er een mesje in. Het is blijkbaar een roterend mesje. Hier zit wat hoekmateriaal in. Een blauw dingetje, een wit dingetje. Geen idee van wat het precies is. Dit is een Open Me First. Hier zit dan waarschijnlijk de uitleg op. Ja, in alle talen. Ah, Nederlands, wauw. En warranty. De garantie. Ook belangrijk. En hier zit er ook nog een pen in en een vel. Ja, altijd cool van bedrijf dat ze zo weinig mogelijk papier en informatiebrochures erin steken. Zoals dat vroeger gedaan werd. Zo'n bijbel, wat is dat er voor altijd in? En dan zoiets voor elk getal. Super leuk. Hij heeft zo een zwarte hand van onder en dan zo'n zilveren hand van boven. Zo roze, roze zilver. Oké, wat zit er nog in de doos? Nog een Karel, met dan ook nog zo'n Engels stuk erbij. En nog wat dingen. Ja, zo'n fabric wrap en zo'n zo'n blad om dan je papier in te leggen. Light grip en fabric grip. Zoals die is hier toe. En allee, zoals hij open is, was hij toe. Mijn zusje heeft vegan pannenkoeken gemaakt vandaag. Zo heerlijk om thuis te komen op die manier. Rond 9 uur ben ik in mijn bed gaan liggen om verder te lezen in de Achterberg van Paolo Cognetti. Ik had nog een kersenbedkussentje mee, maar het is nu koud geworden, dus ik ben hem nog eventjes aan het opwarmen. En dan ga ik echt slapen, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je deze vlogs leuk vindt. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels!